Ja, dat is perfect. Ja. Maar we gaan eerst wachten, we hebben geen fanfare meer. Maar ik heb gisteren een rechtstreekse lijn naar de hel, niet naar de hemel. En de Sinterklaas en de Zwarte Piet zijn er ook aan. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik weet het, ja, maar het was een beetje het weer. Ja, dat is Sinterklaas goed weer meegebracht. Ja, zeker. Het is mooi weer. Mooi weer een lintje door te knippen. Ja, hé. Dag Steven. Oei, je kent zelfs mijn naam. Alle beste klanten. Ken ik. Alles goed met jou. Dag Piet Wijsneus. Kijk eens iedereen. Dag Steven. Dag allemaal. Sinterklaas en Piet. Dat is wel hier. Goed. Sinterklaas. En de Piet. Ik denk dat we voltallig zijn. Beste mensen, welkom op deze toch wel vrij koude, maar mooie morgen. Het is altijd een plezier dat we een aantal mensen van de gemeente samen kunnen krijgen om hier de inhuldiging van de vernieuwing van de straat, van de Gerasbergse straat, de Muizenhofstraat en ook een klein stukje van de Ottergemstraat hier vandaag te vieren. We hebben zo naar jaarlijkse gewoonte, en niet naar jaarlijkse gewoonte, maar naar gewoonte, waar we in deze legislatuur toch al wat straten ingehuldigd. Ik denk dat we gestart zijn met de Kardinaalshoek. Kardinaalshoek is toch wel ook een straat van 1 kilometer die we vernieuwd hebben. We zijn dan overgegaan naar de Watermolenstraat. In 2014 hebben we de Watermolenstraat ingehuldigd. En dit jaar ook nog hebben we de Lange Straat ingehuldigd. En we zijn hier toe eigenlijk aan dit gemengd project. Een project die we samen gedaan hebben met Aquafin. Inhuldiging van de Gerasbergse straat en de Muizenhofstraat. Er wordt hier een nieuwe pompstation is hier ook aangelegd. En eigenlijk was het in eerste instantie de bedoeling dat we niet alleen het project van Aquafin, maar dat we daar eigenlijk een groter gemeentelijk project gingen aan koppelen. Het project van Aquafin is een project zonder buffering. Als we nu nieuwe wegen aanleggen, moet er altijd buffercapaciteit voorzien zijn. Maar het project van Aquafin is eigenlijk al een ouder project, waardoor er geen buffering voorzien is. We zouden daar graag eigenlijk ook het project van de Ottergemstraat, het bovenste gedeelte van de Ottergemstraat, aan gekoppeld hebben. Jammer genoeg is dat op heden nog niet gelukt, omdat we nog niet direct een oplossing gevonden hebben voor het bufferen. We hopen dat we daar in de eerstkomende maanden toch wel dat we daar een oplossing voor kunnen bieden, zodanig dat we ook de Ottergemstraat eigenlijk gescheiden riolering kunnen geven. Door dit project realiseren we ook hier, ik heb het daarnet ook al eens gezegd, de Vlaamse overheid legt de steden en de gemeenten op om in de mate van het mogelijke hun afvalwater gescheiden eigenlijk naar buiten te brengen. De gezinnen moeten proper water gaan scheiden van vuil water. Het is zo dat we dus eigenlijk met een bypass zitten van de Muizenhol naar de Gerasbergse straat. Dus de vuilwaterleiding die loopt eigenlijk parallel met de beek die we dus hier straks achter ons zullen zien. En die zo naar de Pikkelgembeek en zo verder afwatert naar de Dender uiteraard. We hebben hier ook nog een klein stukje aan bijgebreid. De burgemeester zegt het al, er was hier een project voorzien tot op dus de beek, tot op de gracht eigenlijk. Maar we hebben dus die laatste 4-5 huizen hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om die dus ook dubbel te rioleren. En daar zijn we dus dan ook in geslaagd. Daar hebben we dus van gebruik gemaakt ook om dus de wegen eens even verder uit te trekken. En straks zult je ook nog zien, als we in dat centrum komen, dat toch het centrum van dingen is, het centrum van Deftingen is, dan hebben we dus ook nog een stukje verlenging gedaan van het fietspad, een beetje geoptimaliseerd, laten we het ons zo zeggen. Dat gaan we dat straks ook allemaal ter plaatse zien. Aan de Muizenhofstraat hebben we de eerste vangrail van Lierde, maar dan een vangrail die ecologisch verantwoord is, dus bekleed met hout. Dat de fanfare langs kwam. Ja. We hebben jammer genoeg geen fanfare meer, maar we hebben gisteren een telefoontje gedaan, niet naar de hel, maar rechtstreeks naar de hemel. En de Sint en zijn goede Pieten zijn ook aanwezig. En nu heb ik natuurlijk ook, ja, ik zie dat er hier een aantal kinderen zijn, die gaan mij zeker graag helpen bij het doorknippen van het lint. Hè. Ja, ik ga langs de andere kant komen, komen jullie mij helpen? De handen zitten vol bij meneer de burgemeester. Het is duidelijk dat er in Lierde heel veel gewerkt wordt. Versie straat, voilà. Voilà. Alsjeblieft. Nu gaan we een stukje. Nu gaan we een keer een foto. Nu gaat het doen, Zwarte Piet. Hola. Eet je weer gedronken?
Volgens mij. Zo. Ja, en voor iedereen die wilt, een lintje naar nu. En dan gaan we starten aan onze wandeling. En we komen hier terug voor Glasgow. Ziezo, alsjeblieft. Dat is voor jou. Ziezo. Wat ik heb nog een keer een stap kunnen doen, hè. Is het goed? Ja. Wil er nog iemand een lintje? Is er nog iemand een lintje? Jij wilt ook nog een lintje, hè. Ik wens mij bij deze officieel te excuseren, maar de boompjes voet naar de grond, anders van de wortels kapot. Ja. We kijken wel om. Laat me de vent maar even beginnen. Nee, dat is zo'n camera. Voilà, voetbaltuil. Dat is niet vonden, hè. Het is zo natuurlijk dat de Vlaamse overheid aan de steden en de gemeenten de opdracht geeft om het water proper te maken. We moeten met z'n allen werken aan die waterkwaliteit en we kunnen dat alleen maar doen wanneer we ons vuil water gaan zuiveren. En in Lierde hebben we op dit vlak al heel goed werk verricht de laatste jaren. We hebben al een vrij hoge zuiveringsgraad, een zuiveringsgraad van 85%. En we willen die in de eerste komende jaren ook nog gaan optrekken met bijkomende projecten. We hebben in het verleden toch wel al heel wat investeringen gedaan. We hebben de kaart van alle steden en gemeenten die is ingekleurd. En je hebt een aantal gebieden. Je hebt binnengebieden en je hebt buitengebieden. Het is de bedoeling dat in die buitengebieden, dat de Vlaamse overheid daar middels een subsidie ook in tussenkomt, om ervoor te zorgen dat op plaatsen die een eindje afliggen van het centrum, dat daar ook aan propere water, dat er ook proper water wordt geproduceerd. Hier zitten we in zo'n buitengebied. In het binnengebied, dat is eigenlijk vooral de kernen. Wat we daar moeten de gemeente proberen om zelf investeringen te doen. Investeringen die natuurlijk ook opnieuw het water moeten gaan scheiden, het proper water gaan scheiden van het vuile water, zodat het vuile water eigenlijk kan gezuiverd worden om op termijn of overal opnieuw proper water te gaan krijgen. Maar ik denk dat we met z'n allen, dat het een taak is natuurlijk, om met z'n allen ervoor te zorgen, met het oog op, natuurlijk ook op de millenniumdoelstellingen, de doelstellingen die we hebben op het vlak van milieu, proper water. En water is een van de elementen van ons milieu. Ik denk dat we moeten met z'n allen voor zorgen dat we onze waterkwaliteit, dat die naar boven gaat. We zien hier al eigenlijk toch wel op korte afstand hier vandaan, bijvoorbeeld in de Dender. We zitten hier niet zo ver van de Dender. In de Dender zien we toch wel al proper meer vissen dan vroeger. De Dender heeft properder water, de waterkwaliteit gaat naar boven en dat is eigenlijk de bedoeling. Goed, we staan hier op de Muizenhoelstraat. Het vuile water wordt door de buizen gestuurd eigenlijk naar een pompstation. En in het pompstation wordt het vuile water wordt gezuiverd en wordt verder doorgepompt opnieuw in ons grachtensysteem. We staan aan het pompstation van de Gerardsbergse straat die het water zuivert van de Muizenhoelstraat, de gedeelte van de Ottergamstraat en de Gerardsbergse straat.
Het proper water hier is eigenlijk de bypass van de Muizenhoekstraat tot van de Geelhoekstraat, komt een beetje verder in dezelfde beek. Het pompstation biedt vuil water, zowel van dus de Muizenhoekstraat, Ottergangstraat als Geelhoekstraat, wordt hier naartoe geleid, komt dus hier in een bekken terecht. Dus dat is een enorme pomp waar dat water in gemalen wordt, laat ik zo zeggen. Er wordt een klein beetje water bijgestoken en gaat dat via een heel smalle buis, wordt dan opnieuw opgepompt om dus op de Eckhouterstraat opnieuw in dus de vuilwaterriolering te komen. Zodanig dat we dus over een goede kilometer en een half proper water hebben dus afgekoppeld van de vuilwater. Ik denk dat het hele project, maar dan ook het hele project, is ongeveer een miljoen euro. Dat is zeker een hele miljoen euro. En ik denk dat wij daar ongeveer een vijfde misschien ongeveer zullen van voor onze rekening hebben moeten nemen. Misschien iets meer. De waterzuivering, waartoe dus iedere gemeente of iedere burger eigenlijk toe gedwongen is. Eigenlijk had men dat vooropgesteld in de Vlaamse regering, omdat op 2012 alles zou gerioleerd zijn, dubbel voor heel Vlaanderen. Ze zitten nu aan 2020, ik denk dat ze nooit komen in 2040. Dat is inderdaad een project op lange termijn. Zeker in het buitengebied gaat dat traag. We hebben dus inderdaad lange afstanden soms te overbruggen, waar dus een beetje op het buitengebied, dat we dus inderdaad meer riolering moeten leggen dan eigenlijk in de stad.